ons bezighouden met reshuffelen mag, kan en dat gebeurt. Maar ik denk niet dat dit ons zodanig van onze focus moet weghalen. Dit zegt minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme desgevraagd over een mogelijke reshuffeling van hem. Volgens de bewindsman moet het volk centraal geplaatst worden, omdat het niet uitmaakt wie komt of gaat, maar uiteindelijk voelt de samenleving het. Iedereen heeft over elke minister iets te zeggen, maar ik denk dat het juist de tijd is dat we meer dan ooit de handen in elkaar slaan, ongeacht wie wel of niet wordt gereshuffeld, dat we het beste moeten hebben met dit land, het beste voor moeten hebben met dit land. Dat is wat moet gelden en dat is wat telt. Ik wil ook benadrukken dat men veel al voorbij gaat aan de startpositie van deze regering. Wat we allemaal hebben aangetroffen. En ik ben niet de persoon die telkens dat wilt aanhalen. Maar ik denk dat dat ook gedeeld is van waaruit deze regering is gestart. En de samenleving is ongeduldig, dat snap ik ook. En wij moeten onze beste beentjes voortzetten. Soms lukt het. Soms lukt het niet helemaal of soms helemaal niet. Maar wij moeten met dezelfde spirit doorgaan dat wij dit land moeten kunnen opbouwen. Morgen, dinsdag 19 april, zullen vier ministers van de VHP het veld ontruimen. Wie die zullen zijn is nog onduidelijk. In ieder geval heeft de minister van Economische Zaken, Saskia Walden, haar portefeuille al ingediend bij de president. Dat de reshuffeling zou komen was duidelijk, want de president had een jaar geleden aangekondigd dat de ministers geëvalueerd zouden worden. Volgens Mahinder Kumar Jogi, VHP-DNA-lid, is reshuffeling heel goed voor het land. De president heeft gelijk. Hij leidt de regering, hij is leider, hij is president van het land. Hij heeft het voorrecht om te benoemen en te ontslaan, alhoewel politiek wij weten dat je met coalitiepartners rekening moet houden. Zo? Dus... reshuffeling, als de president vindt van luister, er zijn wat zwakke schakels, ik moet nog een paar sterkere mensen hebben om die kaart te trekken. Het land is in een crisis, het tempo is niet juist, we moeten verder, we moeten het land uit de crisis hebben gehaald in die 7 jaren, althans in redelijke mate. Dan mag de president daartoe mogelijkheden zoeken en aanwenden en invullen. En ja. Ik denk dus dat reshuffeling goed is, wanneer het is in het belang van het land. En wij kennen deze president. Deze president focust zich op het belang van het land. Dat is primair voor hem. En andere dingen zijn minor. Hij heeft zijn belofte gedaan om het land uit de crisis te halen met zijn team. En hij is daarmee bezig. Dus wij moeten hem de ruimte geven om zijn dingen te doen. De coalitiepartner ABOP hebben wij ook gehoord rond deze kwestie. Volgens Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, tevens vicepresident, is de partij geen tegenstander van een reshuffeling. Alleen is deze partij nog niet zo ver, omdat een commissie die hiermee bezig is, feedback moet geven over de prestaties van de ministers komende uit het kamp van de ABOP. Vanuit diverse hoeken is er flink kritiek geleverd op onder andere de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. De VP sprong op de brest voor de Juspal-minister en gaf het volgende aan. We zouden per coalitiepartner bekijken als je wil reshuffelen. En de VP heeft behoefte aan reshuffeling. Wij zijn nog niet aan de beurt. We willen ook reshuffelen. Maar we geven de mensen nog de gelegenheid, de commissie die eigenlijk die beoordeling doet om te kijken of de ministers performen. We hebben die rapporten nog niet binnen. Dus wij gaan zeggen nog even aanhouden. Dat is de kant van ABOP. Ja, NPL. Wij zeggen na 25 mei. 25 mei van dit jaar gaan we dan kijken wie in ieder geval gereserveerd moet worden.